Eerste koers, Jan Jansenprijs, Willem Steur, Goldie Tachifon. Je hebt ineens een derbykandidaat in je stal staan. Nou, een derbykandidaat. Ik denk dat het hoogst haalbaar de Mary Derby wordt, maar het is een fijn paard. Maar we gaan vandaag even kijken in hoeverre die nou op duin ligt. Kan, of doet het echt zijn best doet. Maar het is voorbereid in Frankrijk, bij Van Petten. Ja, en daar had hij bijna startmogelijkheden, omdat hij nog weinig verdiend had. En toen heeft hij gevraagd of ik hem een tijdje wil nemen. Hij heeft op Duindicht gewonnen en dat was indrukwekkend. Ja, een goede eindspring. Daar was ik een beetje te voorzichtig gereden. Omdat hij de eerste keer bij mij sprong in Wolvenga. Toen had hij last van zijn mond. Dus ik ging hier wat voorzichtiger van huis uit weg. Om in ieder geval vlak te lopen in de laatste richting. Maakte hij het geweldig af. In 2010 of 11 was jij kampioen? Ja, klopt. Met zo'n paard wordt het weer. Nou nee, zover is het nog niet hoor. We hebben nu meneer voor met Candy Boko, hè? Ja, dat is een vliegtuig op het ogenblik. Succes in ieder geval. Ja, hier is oké. Is de rest nog opgesteld? Koers Gotta Jibbo en Going Trans Air. Jij rijdt de laatste. In Groningen, wat was daar aan de hand? Heb een beetje last van bronchitis gehad. En een week ervoor had hij gelopen, toen was hij eigenlijk super. Maar een week later begon hij wat te kuchelen met zijn gezondheid. En eigenlijk voor de koers had hij niet zoveel last van, maar... Vooral een dag na de koers was hij eigenlijk weer erg hoesterig aan doen. En hij was die dag, ja, ondanks dat hij 16 liep, geen goed moment gehad, de hele koers niet. Vandaag op Duindicht, we zijn een paar weken verder. Is hij weer in de vorm zoals we dat gewend zijn? Ja, we hopen het wel. We pakken hem meteen niet te groot op. We hadden natuurlijk ook in die steeks kunnen starten. Maar we doen eerst even een gewone koers weer. Kijken of alles weer goed zit, of hij weer goed gaat. Dat is het belangrijkste. Op zich gaat het heel goed met de voorbereiding voor de klassiekers. Ik zag gisteren ook een geweldige winnaar natuurlijk. De Mary van Marco Di Jesolo. Hoe staan we ervoor met het paard in de kwalificatie? Govi is op zich goed. Hij heeft over een box erin heen gehangen. Waardoor hij een paar kleine hechtingen, een paar kleine schaafwonden had. Maar dat is goed hersteld. Daar heeft hij ook absoluut geen last van. Hij is ietsje werk tekort gekomen. Dus daarom vandaar de kwalificatie vandaag. Maar ik denk dat hij vandaag na de kwalificatie weer goed ervoor staat. Ja, of een box te hangen, dat moet hij ook aan ons overlaten, zou je zeggen. Het andere paard in deze koers is de Amerikaan, Muscle Hill. Nou, Muscle Hill, dat is de beste dekkers van de wereld, denk je ook? Ja, die performt enorm natuurlijk. Wat voor paard is Gotta Jibbo? Gotta is wel een paardje met een goed stuk speed. De laatste keer reek van kop af, maar toen was de baan verschrikkelijk rul. Ze hebben een hele grote loop. Het is niet te groot, ze is vrij kleinachtig. Een grote loop en dat brak er eigenlijk helemaal op de finish. Ik denk vandaag een koers tussen de paarden dat ze weer de oude speed laat zien. Hartstikke mooi. Succes straks. Start over 20 seconden. Deelnemers, start vrij. Start vrij, dames en heren. Voor de opener van vandaag de Jan Jansenprijs onder nummer 1 Gotta Jibbo, Hugo Langeweg senior. De 2 Going Trans Air, Hugo Langeweg junior. Nummer 3 is Flavius Boko, Tom Kooijman. De 4 Good Luck Niels, Rob van Toor. Nummer 5 Dr. Love en Gert Pauw. De 6 Goldie to Chivon, Wil Steur. Nummer 7 Gwendoline Vlevo met Niels Jongejans. De 8 is niet starten. Paard achter de auto. Nog 200 meter. Nog 100 meter tot het startpunt. 50 meter, 30 meter, start gevallen. Paarden zijn gestart. Als laatste begint Gwendoline Vlevo. En het is na de start naar buitenzijde Good Luck Niels. Die het commando voor zich opeist. Good Luck Niels op de tweede plaats Going Trans Air dan Gotta Jibbo. Met aan de buitenzijde... Uitgeschakeld nummer 5, glap nummer 5. Dr. Love leidt tot uitschakeling. Als de deelnemers de bocht indraaien en op weg komen naar de rechte lijn voor de tribune. Aan de start van het veld is nog altijd Gwendoline Vlevo. Maar het is Good Luck Niels die intussen een voorsprong heeft genomen op het peloton. Als ze de rechte lijn voor de tribune voor de eerste maal indraaien. Een Good Luck Niels die gaat proberen een overwinning bij te turven hier vandaag. En zal het onder andere moeten opnemen tegen twee pupillen van Stal Langeweg. Die op dit ogenblik 2 en 3 liggen. En dit dan in de vorm van Going Trans Air en Gotta Jibbo. Dan volgt Flavius Boko met de recente Emmeloord winnaar Goldie to Chivon en Gwendoline Vlevo.
Die is weer aangesloten en ligt nu toch weer laatste van het peloton. Het is een, ik zou niet zeggen een langgerekt veld. De leider heeft 3 lengte voorsprong en verder is er nog een gaatje van 1,5 lengte. Maar alle paarden zijn toch redelijk dicht bij elkaar als we de laatste ronde zijn ingegaan. En op weg komen naar de overkant van de baan met aan de kop Good Luck Niels. Good Luck Niels die leidt nog altijd als we nu de 1000 meter paal passeren. Op de tweede plaats Going Transair. Daarachter volgt Gadejibu in derde positie. Gat van 3 lengte dan tot Flavius Boko. Die wordt dan op een lengte gevolgd door Goldie Touchivon en Gwendoline Flevo. Bekijkt de zaken nog altijd vanuit het achterveld. En op dat moment dat ik dat zeg is het een impuls voor Niels Jongejans om in het tweede spoor op te rijden. En die gaat nu naar een voorlaatste plaats en maakt ras progressie en gaat op jacht naar de paarden in de frontrenk. Die nog altijd worden aangevoerd door Good Luck Niels. Maar de voorsprong is nog maar een lengte. Een Good Luck Niels die leidt ze dan de laatste bocht in. Op de tweede plaats daarachter is het dan bij het doordraaien van de bocht Gadejibu. Met in derde stelling opererend dan Going Transit. En zo komen de paarden dan de bocht door. Going Transair tweede, Gadejibu derde. Zo ligt op dit moment dan de situatie als we nu de laatste rechte lijn inkomen. En hebben dan nog 400 meter af te leggen in de Jan Janssenprijs. En het is een sprint, wel niet op de Champs-Élysées voor de laatste meters. Maar wel hier in de laatste 300 meter op het parcours van Duindicht. En het is dan de leiding inmiddels overgenomen door niemand minder dan Going Transair. Die heeft hier het commando. Going Transair heeft 2 lengte, heeft 3 lengte voorsprong genomen op de concurrentie en gaat het hier gemakkelijk winnen met Hugo Langeweg junior. Going Transair opent de show hier op Duindicht vandaag. Gadejibu tweede, derde Goldie Touchivon en daarachter volgt dan Good Luck Niels met Gwendoline Flevo en Flavius Boko. No, no, yes, no.